Deze beschouwing dat is een verbeterde versie van een andere beschouwing die ik heb weggegooid. <laughs> die begon best wel goed, moet ik zeggen. Maar dan ben ik even bezig, en dan zeg ik iets. En ik luister ze allemaal na. Hè? En dan zeg ik iets, en dan denk ik de ene keer: Nou, dat moet kunnen. Nou, dat moet kunnen. En dan luister ik, en dan knaagt er toch iets. En dan luister ik hem nog een keer. En ik, nee, nee, toch niet. Nee, ik gooi hem weg. Deze gaat over de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Maar dat wist je al, dat stond in de titel. En dat ga ik uitleggen aan de hand van de ontwikkeling van taal. En dan in het bijzonder zal ik mij concentreren op de taalontwikkeling. die heeft plaatsgevonden sinds de jaren 60, 70. Dat is de ontwikkeling van de computertaal. Ja, zo kan je dat zeggen. Programmeertaal is denk ik een beter woord. Maar alles wat ermee te maken heeft. Ik heb er een kopje thee bij. Misschien dat jullie dat ook moeten doen. En dan doe ik even hier op de pauze drukken. En ja, dan ben ik weer terug. Nee, santé. En mijn dochteren. Dat is dan zo'n uh, feministe. Die is helemaal uit de kast gekomen. En die is feministisch en die is links. En uh, die is dan niet transfobisch. Maar zij is transfiel. Het is wel heteroseksueel. Dat is denk ik het enige wat er normaal is. Aan het... <laughs> nee, ik ben hartstikke blij met mijn dochter. Het is gewoon kind van de tijd. Ik zag dat al fout gaan op, de, op het lagere onderwijs, primair onderwijs heet dat tegenwoordig. Stel dat je mijn lood hebt zoiets dan weer van naam verandert. om ons te de pesten, denk ik. Of Zo weet ik veel. Maar dan kreeg ze al dingen ingeprent. En dan probeer je zo'n kind te deprogrammeren. elke keer als je het van school haalt. Want dat deed ik heel trouw. Ik heb mijn kind de hele primair onderwijsperiode. tenzij het van die moeder niet mocht. Een beetje een rare moeder. Maar dan heb ik altijd mijn dochter naar school gebracht en van school gehaald. Niet elke dag, want die moeder deed het ook graag. En die deed er dan niks aan. Die vond die programmering vanuit school, dat vond ze eigenlijk wel goed en terecht en zo. Die moeder is een beetje raar. Om niet te zeggen onaanstaanbaar. En nu maar hopen dat mijn dochter anders wordt. Maakt niet uit wat. Ik denk dat alles beter is dan precies te zijn zoals die moeder. Want die moeder is een beetje raar. En zo is het. En anyway, het was op het primair onderwijs altijd. Mijn dochter dus uh, allemaal die verhalen had over uh, dat mannen en vrouwen eigenlijk gelijk zijn. En dat er dan in de samenleving wordt gedaan alsof ze niet hetzelfde waard zijn. Dat dat een lelijke, gemeene streek is van mannen uh, die vrouwen ze betaald moeten zetten. Dus vrouwen hebben iets terug te halen op mannen. Want ze zijn evenveel waard. En kregen nooit gelijkelijk betaald. Zoiets. Ongelofelijke onzin is dat. Het is niet zo dat mannen per definitie beter betaald krijgen voor hetzelfde werk als vrouwen dat krijgen. Het is wel zo dat mannen hebben meer dingen in het kader van eergevoel. En bedrijven die erachter zijn gekomen. Ik heb zo'n vrouwelijke directeur een lezing horen geven en zij zei dus. Dat op de afdeling productie. Hè, waar het bedrijf dus zijn geld verdiende. Hè, want Daar zaten de producenten van hun product. Waar het product werd gemaakt. En heel treffend gaat het over software. Maar er werd de software gemaakt. Nou, zei ze alleen maar mannen. Ik heb het geprobeerd met vrouwen, maar laat me zitten. En haar argument was dat vrouwen. Zich eerder beroepen op zaken als ik kan er niks aan doen en dan had het maar beter gepland moeten zijn. Terwijl mannen niet zo snel willen zeggen: uh, ik kan er niks aan doen. Dat zegt een man niet graag. Een man zegt niet graag: ik kan het niet. Dat is, dat is ook bekend hè, met mannen en vrouwen dat. Als een echtpaar dan de weg niet weet, dat die man minder bereid is dan die vrouw om de weg te vragen. Een man geeft dat niet graag toe dat hij de weg niet weet. Om, dat is dat eergevoel van die man. En een vrouw heeft dat uh, niet of uh, minder. Mag jij kiezen. Een vrouw zegt veel eerder: Henk, stop te geven? Dan vragen we dat aan die aardige meneer daar. Nee zeg Henk. ik word mijn werken Dat is de volgende rechts. Laat me nou, tegen. Waarom stoppen we nou niet even? Die meneer met het hondje lijkt me ook heel vriendelijk. Dus, dat is dus uitgezocht. En het wordt dan gezegd tegen, in het algemeen dan, dat er dus iets mis is met mannen. Want vrouwen vragen veel eerder de weg. Terwijl die mannen, die blijven maar in rondrijden. En dat kost allemaal benzine. En dat geeft extra CO2. En dat is slecht voor het milieu. Dus vrouwen zijn beter voor het milieu dan mannen. Of zo. Ja, zo denkt mijn dochter, denk ik. Vermoed ik. Ja, het is bijzonder. En, uh, dit fenomeen hè, van de weg. Minder snel de weg vragen. Dan een vrouw, dat, dat geldt dus voor een man, dat is zo, dat is vastgesteld. Een ander fenomeen is dat mannen bij lichamelijke klachten daar veel langer mee doorlopen. Je kan ook zeggen, vrouwen zitten bij het minste geringste al bij de dokter. Maar dat staat dan weer niet aardig in die feministische agenda die er is. Dus dan wordt er gezegd, mannen lopen te lang door met klachten. En dat is dan weer niet goed, want dan komen ze bij de dokter en dan is het al veel te ver gevorderd. En ja, dan is het alweer, ja, we hebben in de eerder gekomen. En dat is dus slecht voor het milieu, want dan krijg je CO2 van ofzo. En dus zijn mannen slechter voor het milieu. En vrouwen dus beter, dat zal mijn dochter zeggen, als ze erover nadenkt. Maar ja, mannen lopen veel te lang door met een probleem. En dat is een man, zijn eergevoel. Van nou, ik voel niks. Ja. Nou ja, nee, het is wel dit hoor, het is wel dat, maar voor de rest, om euh, nou te zeggen dat ik last van heb. Nee. En dat is het eergevoel van de man. Ik kan geen andere oorzaak daarvoor vinden. Een man geeft niet graag toe dat hij, ja, iets, dat hij iets niet kan, of dat zijn lichaam het niet aan kan. Uh, nou ja. Dat, en de, de hedendaagse man, waarvan ik dan toch vind dat die wat, ja hoe moet je dat zeggen, dat die, uh, ja pussy is het Engelse woord hè. Uh, lulletje rozenwater zijn we vroeger. Dat idee heb ik. Dat jongens veel meer lulletje rozenwater zijn dan vroeger. Maar dat, dat is persoonlijk op basis van. Ja. Hapsnap. Het is niet officieel uh, sociologisch onderzoek. Dus dat weet ik niet echt goed. Maar dat idee heb ik. Nou, hieraan kan je al zien dat er dus verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. En jij als werkgever. Ja, je hebt natuurlijk het liefste uh, uh, arbeidsethos uh, van eer. Dus je geeft iemand een taak en die gaat die taak proberen te volbrengen. Ook al uh, is de gezondheid helemaal niet zo denderend en kan die het eigenlijk niet aan... en is er een planningsfout gemaakt, dan toch uh, werkt Karel zich drie keer in de ronde... en die zegt, hé, het is af. Ja, dat heb je het liefst als baas. En dat tref je dus eerder onder je mannelijke arbeidspopulatie dan onder je vrouwelijke. En nu hoor ik mijn dochter al zeggen, ja maar precies, maar die vrouwelijke inslag, dat is dus ook heel erg goed, dat is misschien zelfs wel beter, want uh, die mannen werken zich kapot. En dan worden ze arbeidsongeschikt en dan hebben ze allemaal zorg nodig en dat kost dan weer CO2 en dat is slecht voor het milieu, dus zijn vrouwen beter voor het milieu. Hoor ik al zeggen, haar, mijn dochter, die verzint dat rustig, zonder erover na te denken, want daar is ze erg sterk in. Vrouwen in het algemeen. Ik vind dat gewoon, want het voelt zo. Dat is ook typisch iets wat een vrouw zou zeggen. En dan zeggen ze wel eens: ja, vrouwen die kunnen meerdere dingen tegelijkertijd doen. Dat is niet helemaal waar. Of je kan beter zeggen: dat is helemaal niet waar. Mannen zijn heel goed in staat om verschillende dingen tegelijkertijd te doen. Waarbij als mensen zeggen van een vrouw kan meer dingen tegelijkertijd doen, daarmee bedoelen ze dat ze, vrouwen er goed in zijn om een aantal eenvoudige taken, zoals bijvoorbeeld oppassen op kinderen, om dat te combineren met ja, iets heel anders: eten koken. De buurvrouw aan de overkant in de gaten houden, want die heeft een heupbreuk. Nou, dat soort dingen. En dan zeggen ze dus: Een vrouw doet meerdere dingen tegelijkertijd. Nou, dat zijn meerdere hele verschillende dingen. Maar neem een kok in de keuken, die gaat niet. Als hij een bestelling krijgt, die bestelling maken. En dat hij dan zegt, oké, okay, nou is die bestelling is klaar. Is er nog iemand die wat wil eten? Nee, natuurlijk niet. Die, die pakt er tien bonnen tegelijkertijd. Die denkt, oké, okay, die wil die hebben, die wil dat. Dan ga ik nou beginnen met... En die zullen gewoon tien bestellingen tegelijkertijd. Dus zo'n uitspraak als vrouwen kunnen meer dingen tegelijkertijd doen... dat is, dat is volks... Daar is geen onderzoek naar gedaan. Ik denk ook niet dat ze dat willen doen, want ze vinden het eigenlijk wel best... Er is duidelijk een, een propaganda in onze samenleving die het vrouwelijk deel der Natie de hemel in prijst. Er is een reclame, die hangt nu bij de HEMA. En... Dat is een soort postersysteem. Er hangen twee posters op enige afstand van elkaar. En op die ene poster... ...daar staat een vrouw. Een jaartje of dertig, denk ik. Die is netjes aangekleed. Met een, uh, een jurk tot over haar knieën. En ze heeft um, een dikke panty onder. Of een maillot onderaan. Een leuke schoenen. Maar nou, je kent wel zo'n vrouw-vrouw. Met een gouden armband en... Een oorbelletje in. een Beetje opgemaakt, niet te veel. En die houdt een, uh, een rood hartje vast. En op die andere foto, daar staat een man. En die moet dan denk ik Cupido voorstellen of zo. Maar dat kan dan weer niet. En maar die heeft in elk geval een pijl en boog. En die probeert hartjes te schieten. En dat zou wel degene zijn die die hartjes heeft geschoten naar die vrouw. Nou ja. En die man die is... Ook zo oud. Als die vrouw. Maar die staat in zijn onderbroek. En hij heeft geen schoenen aan, maar hij staat op sokken. Dus dat is dan een held op sokken. Met andere woorden, geen held. Een, een slapjanus. Een lulletje rooswater. Dat soort reclame mag in Nederland. Er is niemand die daar bezwaar tegen maakt. Hè? Ik dan maak er bezwaar tegen. Maar uh, ik heb geen zin om een advocaat te gaan bellen. Dus ik maak er ook eigenlijk geen bezwaar tegen. Ik kan zeggen dat ik het belachelijk vind. Maar dan heb ik van de Hema begrepen dat ze op het einde van de dag weer 25% korting geven op allerlei vleeswaren. En dan sta ik dan toch weer te twijfelen van ja, mm, gaat het toch maar langs. Dus ik doe niet eens een boodschappenboycott. Maar ik ga er misschien wel een keer wat van zeggen. Maar het heeft geen enkele zin, want dit soort reclames, ja het is dweilen met de kraan open. Als je erop gaat letten... Alle mannen worden weggezet, weggeschilderd, afgeschilderd. Sorry, worden afgeschilderd. Oh, Alles maar loten. En dat is belachelijk. Kijk, je hebt in het, in het bestaan in de wereld, heb je dode materie en leven. Oh, no, Piggy, dit wordt wel heel filosofisch. Ja, ga er maar even voor zitten. Man aan het woord, pas op, allemaal. Kijk, je hebt dode materie, zoals water, stenen. Eh, ik hoef daar niet allemaal op te drukken. En je hebt levende toestanden. Nou, als je het heel netjes wil zeggen, by the way, dan zijn kristallen al een begin van leven, want kristallen groeien namelijk. En alles wat groeit, dat leeft. Dus. Ja, in zekere zin zijn kristallen eigenlijk al een vorm van leven. Ja, nou, en dan krijg je na die kristallen, heb je, als je het ietsje hoger schakelt, dan heb je de eencellige. Ja, en de virussen dan, wat zijn die? Ja, die hangen er ergens tussenin, als die dingen überhaupt bestaan. Want ze zijn wel heel erg klein, namelijk. Maar je hebt die microben, dat staat vast. Eencellige diertjes. En dan krijg je de planten. Dan krijg je de dieren. En dan krijg je de mensen. En er zijn er mensen en die zeggen dat mensen een soort dieren zijn. Dus die denken in... Kristallen als leven, heel ruim gezien dan. Hè? Kristallen als leven, eenzellige, en dan planten, en dan dieren, en dat is het. Want mensen zijn dieren, denken ze. Maar dat zijn mensen niet. Mensen hebben namelijk iets wat die andere vier niet hebben: en dat is taal. Dat onderscheidt ons van alles. En taal gaat heel diep. Taal is heel essentieel. Taal is zo essentieel dat in Johannes 1, vers 1 staat: in den beginne was Logos. Het woord het ook wel. Maar zo'n Logos is een ruimer begrip, hè? maar het woord in zijn algemene zin: dus logica. en ook Heymans de Groningse filosoof, de grootste Nederlandse filosoof. Ja, maar uh, René Descartes, dat was ook wel een hele goeie. Ja, maar dat was een Fransoos. En die andere, dat is uh, Spinoza, Baruch de Spinoza, dat was een Portugees. En die zaten in Nederland, maar dat telt dus niet mee, vind ik. Ja, dat is een beetje lullig om te zeggen natuurlijk, maar Zeker tegenwoordig, met al die medelanders. Maar Heymans kwam echt uit Groningen. Dat was een, Echt een jongen uit de klei. Maar Heymans zegt dat ook. het ook. Het woord ging vooraf aan, de, aan alles. En de mens heeft dus het woord gevonden. En honden en walvissen en apen en papegaaien en al, al dat gekwetter en getetter. Dat is allemaal wel leuk, maar. Ja, die, dat is geen taal. Dat zijn signalen. Als je schepen hebt uh, in de mist, dan uh, gebruikten ze dat voor... Ja, nu niet meer, hè. Nu wordt er even gebeld. Hey, uh, ik zie je op de, de radar. En, uh, ja, jij hebt een koers van uh, 431.2ZO. En uh, ja, ik kom eraan en uh, ik zie je mij ook. Maar vroeger hadden ze dus geen mobieltjes. En dan gebruikten ze toeters. Misthorens, ja, dat is ook taal natuurlijk. Hè? Dan, dan doet zo'n zo schipper, die doet dan... En hij uit dan de, de, het predicaat, ik kom eraan. Eigenlijk zegt hij ook nog een keer, ik ben hier. Want je kan horen waar die toeter vandaan komt. Hè? Dus ik ben op zoveel meter afstand, dat kan jij dan horen. Maar het is alleen maar een toet. En zo doen walvissen dat ook. En walrussen ook. En de gekwetter van vogeltjes. Ja, daar moet je je ook niet al te veel bij voorstellen, hoor. Het gaat wel ergens over. Hoor. Maar niet wat wij mensen hebben. Onze taal is bijzonder. Dus eigenlijk, eigenlijk is taal het grootste wonder van de wereld. Er is geen groter wonder dan taal. Joh. En kijk eens naar onze mensen met al die verschillende talen die we hebben. En Nederlands is, naar mijn mening, een taal en die hoort thuis in de top 10 van de wereldtalen. Je mag hopen dat het nog lang gesproken wordt. Het zou erg zijn voor de mensheid als ze die taal verliezen. Hebreeuws is ook erg mooi. En Engels, ja, ja het, is, het is wat minder. Hey, je merkt het ook in het anglo saksische taalgebied: dat daar veel meer. Gescholden wordt. En in het Amerikaans is het dan uh, fucking dit en fucking dat. En in het Engels is het dan bloody dit en bloody dat. En die beide uh, dingen, dat zou je in het Nederlands. Uh, zou dat niet kunnen. Het is in het Nederlands ook niet en het zou niet kunnen. Als je dat letterlijk zou vertalen, hè, dat betekent uh, fucking, betekent ja, het hebben van geslachtsgemeenschap oftewel neuken. Neuken is een normaal Nederlands woord. En bloody dat is op zijn Nederlands bloedend of bloedig. Ja, in het Nederlands zouden die woorden zo hard overkomen dat de zouden andere mensen van schrikken. Terwijl in het Engels, dus het Brits en in het Amerikaans kan je dat wel zeggen en daar kijkt niemand je raar aan. En dat komt omdat het uh, expressieve vermogen van die taal, van het Engels... Uh, dat is lager dan het Nederlands. En als je dus in de taal je niet goed, niet goed expressie kan geven... dan ga je als het ware schreeuwen om je punt duidelijk te maken. Omdat het anders niet overkomt. En in het Nederlands heb je dus een woorden als fucking en bloody niet nodig... Want je kan het in het Nederlands gewoon zeggen zonder te vloeken. En in het Nederlands wordt ook wel gevloekt. Maar niet zo frequent als uh, ja bloody dit, bloody dat. Fucking dit, fucking dat. Tegenwoordig in het Engels kan je gewoon zeggen what the fuck? Dat is heel normaal. Kijkt niemand gek van op. Mag je gewoon op school zeggen? Mag je tegenwoordig in Nederland denk ik ook gewoon op school zeggen? Anyway, taal is een heel belangrijk aspect voor de mens. Is een heel belangrijk aspect en de mens is daarmee een heel belangrijk wezen. En daarmee is de mens het dus waardig om een eigen plek in te nemen. in die serie van kristallen, eencellige planten, dieren en mensen. Punt. Nou, en dan kijk je naar de ontwikkeling van taal van de mens: is die door de mannen bepaald of is die door de vrouwen bepaald? Of door allebei? Nou, het antwoord is: uh, antwoord A. Taal is. Door de mannen bepaald. Altijd zo geweest. En vrouwen spelen duidelijk een tweede viool. Maar ja, dat is niet vanwege de onderdrukking. Het is niet zo dat mannen daarop toegezien hebben. Dat is omdat het zo is. Vrouwen zijn niet zo kundig in taal. Sommigen wel. En er zijn ook mannen die kunnen er helemaal niks van. Dus er zijn vrouwen die zijn beter in taal dan mannen. Ja. Er zijn ook vrouwen die zijn beter in schaken dan mannen. Ja, klopt. Maar mannen zijn beter in taal dan vrouwen. In het algemeen. In essentie. En dat geeft een groot verschil. En kijk je nu naar de ontwikkeling van de ICT, de informatica. Nou, informatica gaat alleen maar om communicatie. Dat ben je met me eens, mag ik hopen. En het is enorm belangrijk. Het is bijna uh, saai om tegenwoordig nog te zeggen. De revolutie die veroorzaakt is door het internet. Want iedereen weet het wel. En het is een ware revolutie. Vroeger, als je iets wilde weten, dan moest je naar een bibliotheek. Ik heb mijn dochter onderwijs gegeven. Vaak over ja, in, de zin van, in de zin van algemene kennis. En dan wilde ik dat even onderbouwen met een voorbeeldje. Nou, vroeger had ik dan met haar naar de bibliotheek gemotten. En nu uh, zei ik gewoon tegen haar, dat drummeltje van... Kom even bij me zitten. En dan samen naar het computerscherm kijken. En dan bedien ik Google en ik kan blind typen. En dan... Blililu, blililu, punk. Hoppakee, daar staat het. Wat ik maar wilde over ieder onderwerp... Dat is toch erg leuk. En dingen als... Ja, voor mijn werk bijvoorbeeld. Mijn werk, alhoewel dat heel erg basic is... Ik doe maar gewoon ondersteuning in de gehandicaptenzorg. Of in de zorg voor mensen met een beperking. Maar er zit een ontzettende bak ICT achter. In ieder pand staat minimaal één computer... Minimaal. En die wordt er ook ergens voor gebruikt. Ze hebben daar bij mijn werkgever wel vijf of zes systemen. Dat is heel slecht, by the way. Want je moet maar één systeem hebben. Maar los daarvan, Ja, zo dadelijk krijg je dus dat bedrijven zoals mijn werkgever, die hebben echt nog maar één systeem hoor. Die hebben niet meer uh, zoveel systemen. Maar nu hebben ze dan een hele berg systemen. Ik vind dat veel. Vijf, zes, zeven, acht systemen. En ik moet dan inloggen in twee systemen. uitermate irritant. Dan moet ik twee wachtwoorden onthouden, twee accountnamen onthouden. Dat is niet optimaal. Maar dat, daar vertel ik niks nieuws natuurlijk. Dat weet een iedere momenteel dat... die automatisering, die informatietechnologie... die heeft onze samenleving heel erg beïnvloed. En ook in negatieve zin veranderd. Dat mensen over straat lopen... en die zitten de godganse tijd alleen maar naar hun dingetje te kijken. Nou... En waar het mij nu om gaat is dat dingetje waar die mensen dan naar kijken, een smartphone bijvoorbeeld. Dat apparaat, dat is geproduceerd door mannen. Daar zijn geen vrouwen aan te pas gekomen. Anders dan, ja, een manager ergens. Maar niet in de, niet op de werkvloer. En dat is niet omdat vrouwen dat niet mochten. Het is omdat vrouwen dat niet ambiëren. En dan ben ik klaar. En dat ze dit hebben richting taal, dat is niets nieuws. Want als je gaat kijken naar filosofie, dan zie je precies hetzelfde. En in de dagen van Aristoteles, dat is een grote, nog steeds razend populaire filosoof. En die is geboren in 386 voor onze jaartelling. Nou, je kan je voorstellen dat in die dagen dat de maatschappij echt een mannenmaatschappij was. Je snap het wel. Maar sinds die tijd is er geen vrouw geweest die een uh, filosofisch werk heeft geschreven. Er zijn wel vrouwen en die schrijven boekjes over. Nou, ja, ik heb nou zo'n boek van een vrouw. Ik ga het toch echt uitlezen. En het heet Mooie Woorden. En het gaat dan over een jonge vrouw. En. ...die kent een andere man... ...dat is een jonge man... ...en dan hebben ze dan gesprekjes mee... ...en... ...nou ja... ...het is tot nu toe... ...ik ben nu bijna tien pagina's gevorderd in dat boek... ...er is echt nog niks gebeurd... ...maar misschien komt het nog. Hij heeft haar al wel een keer beledigd... ...maar daar kon hij dan niks aan doen... ...maar ze voelde zich wel beledigd... ...en ze heeft dat uitgelegd... ...dat ze zich beledigd voelde... ...en toen zei hij... ...oh, maar daar kon ik niks aan doen... Of zoiets. Nee, voor de rest op taalgebied doen vrouwen niks. Ik heb een boekenkast hier. Ik heb een ongelooflijke hoeveelheid boeken in mijn leven aangeschaft. En heel vaak vond ik dat. Ja, van heel veel boeken heb ik weer afstand gedaan. Maar heb je een boek uit? En dan heb je iemand die zegt: Oh, heb jij dat boek? Dan kun je zeggen: Oh, vind je het leuk. Ja, ik heb gehoord dat het een heel leuk boek is. Zo Neem maar mee. Dus ik heb heel veel boeken die heb ik weggegeven. Boeken, ik heb ook heel veel boeken verkocht. En ik heb boeken ook, denk ik, weggegooid, omdat je ze aan de straatsteenen niet kwijtraakte. Nou, wat ik overgehouden heb. Er staat één biografie in en die is geschreven door een vrouw. En ik heb de verzamelde werken van Helena Petrovna Blavatsky. Dat is ook een vrouw. En dat was het. En die verzamelde werken van Helena Petrovna Blavatsky, het merendeel daarvan is absoluut niet te lezen. Maar dat heb ik dan toch maar bewaard. Niet omdat ik het mooi vind... maar omdat het zo ongelooflijk slecht geschreven is. Zo wanhopig, puinhopig. Ja, en dan niet zozeer van... kijk eens, zo schrijft een vrouw of zo. Niet eens vanuit die optiek. Maar meer om te laten zien... wat voor een belachelijke toestand dat is met die geheime leer. De secret doctrine, waarvan je denkt... nou, ze hadden het echt geheim moeten houden... want nou kan iedereen zien wat voor onzin het is... He? Er is toch geen geheime leer als je er boeken van gaat drukken. Sukkel. Doe dat dan ook niet. En die biografie die ik heb van Murti. is geschreven door een vrouw. Nou. Dat, die heb ik met plezier gelezen. Voor de rest zijn alle boeken die ik heb hier in mijn kast zijn van mannen. En, en dan gaat het om drie meter aan boeken. Ongeveer. In de gang heb ik ook nog wat boeken. Nog een metertje of drie, denk ik. Dus ik heb zes meter boeken. Waarvan twintig centimeter geschreven door een vrouw. Nou, daar zie je de ongelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Hé, toen die computertoestanden. Toen dat opkwam. Het was typisch een mannenrevolutie. Want de computers die waren er al in de Tweede Wereldoorlog. En dat waren hele grote, dure dingen. En IBM, hè, International Business Machines, die werkten daar dan mee. Die bouwden ze. Die kostte een godsvermogen. Uh, dat verhaal gaat dat ze bij IBM. Dat ze de registratie deden van al die slaven die naar de concentratiekamp in Duitsland gingen. Die kregen toch een, een nummer, getatoeëerd op hun onderarm. Nou, dat nummer dat kwam dus uit zo'n IBM computersysteem. Leuke firma, hè, IBM. Nou, dan weet je dat ook weer. Ja, zie je hoor, waar Ja, dat, zie dat heb je helemaal gelijk in. Maar toen kwam in de jaren zeventig, toen kwam er een chip op de markt en dat heette een microprocessor. En daar kon je dan wat mee in die zin dat je daar bijvoorbeeld stoplichten mee aan kon sturen. Je dan, als je, je een van stoplichten, ja, je snapt het wel, dan moet die ene op rood en dan moet die andere op groen en hè, zo is er altijd wat te doen. En dat werd geregeld met een microprocessor. En daarvoor werd gebruikt in het geval van stoplichten werd gebruikt de Motorola microprocessor de 6502. Maar zo'n microprocessor kan je ook gebruiken om vanzelf om te hobbyen. En daar zijn mensen ingedoken zoals Steve Wozniak en Steve Jobs. En die vent van QDOS, Quick and Dirty Operating System. En nog wel meer mensen. Bill Gates had daar niet zoveel mee te maken, by the way. Bill Gates is pas later, toen, toen die mannen die, die personal computer op de kaart hadden gezet. Toen kwam uh, Bill Gates met geld van, uh, van zijn familie. Bill Gates was uh, Amerikaanse aristocratie, hè? Hij heet ook William B. Gates III. Hij is niet uh, kind van de melkboer. Met geheime genootschappen erbij, ja, je kent het wel. Maar mijn paps, die zit bij de, de skull and bones, hoor. Nou, maar mijn paps, die zit bij de Council on Foreign Relations... En Bill Gates heeft dus zo'n zo operating system heeft hij gekocht. En dat heeft hij dan genoemd Microsoft Disk Operating System. En Bill Gates heeft ook heel lang nog lopen beweren dat de limitatie die in dat operating system zat. geschreven door een man, een een jongetje van 16, 17 jaar. heeft een, een operating system geschreven. Een DOS, een Disk Operating System. Daar komt dat woord vandaan, DOS. Dat is niet niet van Microsoft, maar het Disk Operating System. Dat had gewoon een man geschreven, van 17, 16. Maar die had daarin een limitatie, namelijk dat de hoeveelheid... adresseerbaar werkgeheugen, dat zou maar 640 kilobyte zijn. Want dat was ruim voldoende. Dat vond die auteur van het Operating System. En Bill Gates, die dat van hem overkocht, die had zich laten overtuigen. En die heeft het nog heel erg lang lopen roepen. Bill Gates heeft er een hele grote moeite mee gehad dat hij destijds voor de gek gehouden is met die opmerking van die klasgenoot, dat 640 kilobyte werkgeheugen, dat dat echt voldoende zou zijn voor een personal computer. Altijd, op de langere termijn. Want dat was zo onwaarschijnlijk veel. Ja, je wil niet graag toegeven dat je besodemieterd bent, ook niet als je William B. Gates III heet natuurlijk. Maar uiteindelijk hebben ze Bill Gates er wel van wezen te overtuigen dat hij besodemieterd is geweest. En dat 640 kb max voor de adresseerbaar werkgeheugen, dat dat niet kan. Oh, wat hebben ze daar een ellende gehad bij Microsoft. Om dus die limitatie eruit te krijgen. Ze konden mooi alles overnieuw schrijven Maar oh, Wat had die man nou gedaan? Die had iets gedaan met de adressering. Want het ging om adresseerbaar werk. Oh, 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 oh. Maar die mannen, al die mannen hebben dus die, die pc's in elkaar weten te sleutelen, en die zijn ermee gaan programmeren. En die hebben allemaal toepassingen verzonnen. En vrouwen hebben alleen maar toegekeken. Ik weet nog bij Informatica, daar zat één jonge vrouw, die was wat ouder dan ik, en die deed dan doctoraal. Ik heb ook doctoraal gedaan. Zij was dan heel erg goed, werd gezegd. En die kreeg een baan dan ook bij een Informatica-bedrijf. Maar er was er ook maar eentje, voor de rest van de meisjes vonden er helemaal niks aan. Ze gewoon niks. En ik, voor mij was het magie. Echt pure magie. Dus ik heb op de, op de computers op de landbouwschool... er is maar één computersysteem waar ik niet op heb geprogrammeerd... en dat was de PDP-11 die ze hadden bij natuur- en weerkunde. Maar daar mocht je ook niet op. <laughs> dat was verboden toegang voor studenten. Dat was alleen maar voor de mensen van natuur- en weerkunde ja nou, voor de rest echt alles hè? Apple 2, alle merken toestanden varianten CPM machines MS DOS machines <tossimus> Hewlett Packard machines van alles de machines waar je ja, waar je het toetsenbord nou, de machines waar je tegen de chips aan keek die zaten in een rack. En er kwamen van die hele dunne touwtjes kwamen eruit. En heel voorzichtig kon je daar een toetsenbord op aansluiten. Dat moest je heel voorzichtig doen. Want het waren hele dunne draadjes. Want je mocht er wel op, maar wel een beetje voorzichtig doen. Muizen, dat bestond allemaal niet. Alleen maar toetsenborden. Maar dat zijn jongens die... Ja dat hebben meisjes niet. En dat uitzicht dan in dit geval bij de computertechnologie. En dat uitzicht natuurlijk in van alles. Wat is dat nou? Dat kom je overal weer terug tegen. Datzelfde aspect van die onderzoeksdrang. Hoe zit het dan? Hoe zit het dan? Ik wil weten hoe het zit. En maar gaan speuren. En maar gaan speuren. En je kan ervan zeggen van ja, wat die mannen allemaal doen, wat levert het nou op? En, uh, het is zo weinig tastbaar. Nou, is het ook. En uh, iedere vrouw die een e-mail stuurt. moet elke keer als ze dan klikt op send mail. En dan ga ik er even vanuit dat ze het fijn vindt dat e-mail bestaat en dat ze. Uh, ja, toch wel dankbaar is dat ze uh, vroeger moesten dan helemaal uh, type de type de type. En dan had je typfout gemaakt en dan moest je type X. Uh, oh, oh, oh. Nou, tegenwoordig hoef je geen type ex meer. Nu gaan uh, de e-mails inclusief typfouten in één keer de deur uit. Haha. Ah, ah. Iedere vrouw die dan denkt: van nog wat handig als zo'n cent mail-knopje. Die mag dan toch eventjes ja, heel even stil uh, staan, denken. Eén momentje voor een halve seconde. Maar ja, het is toch wel fijn dat er mannen zijn. Want een maatschappij met alleen vrouwen. had je nu geen e-mail gehad. Het is ondenkbaar natuurlijk, hè, een maatschappij zonder vrouwen. Of zonder mannen. maar... Maar denk je even in, zonder die mannelijke exploratiedrang. Dat heeft het allemaal wel even opgeleverd. Als toch wel gigantisch. En dan kan je kijken naar zo'n stomme man als Bill Gates, dat is echt een stomme man dat is een vervelend figuur. Maar dat zijn niet de hero's van de informatica. Veel mensen denken van wel, maar dat is niet zo. De hero's moet je zoeken bij de ontwerpers van Unix. Twee mannen. Die namen ken ik niet uit mijn hoofd, dat is een schande. Voor mij. En uh, een hele grote man voor mij is de ontwerper van de programmeertaal die ik dagelijks gebruik. C++. Bjarne Stroustrup. Die komt uit Noorwegen, dacht ik. Of Denemarken. Eén van beiden. Die is ouder dan ik. Nu je men is huge. Ah, heb je nog mijn idool? Weet die mannekoeien? Ja. Ik heb zijn. Uh, oh ja, Donald Kenath. Je schrijft de knut, knuf. Knut met een H. Knuf. Maar je zegt Kenath. Donald Kenath. Geweldig. Je man kan schrijven, joh. Ja, en ik ben natuurlijk een man. Voor een deel ben ik mijn eigen idol. Dat is ook zoiets met mannen. Die... Heb ik echt wel zo van ik ben geweldig. Nou, heb ik ook. Ik vind mezelf ongelooflijk goed programmeren. Als ik bijvoorbeeld. Code van het internet afhaal, dat doe ik wel eens. Dan weet ik niet hoe ik iets moet doen. En het gaat er nooit om een abstractie of een concept of zo, maar dan gaat het om iets heel praktisch. En, uh, hoe roep je nou die ene functie aan met meerdere bla 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 bla? van het gepuzzel. En als je dat zelf gaat proberen, dan zet je compiler de godgans de tijd: expressie invalide. Ja, ah, maar hoe moet het dan? Ja. Dus dan kopieer je code die dan werkt. Maar het eerste wat ik doe, is die code schoonmaken. Ik vind alle computercode. Ja, eigenlijk alle computercode vind ik niet te lezen. Alleen mijn eigen code vind ik goed. En dan ook alleen nog maar van mijn eigen code de code die ik echt mooi vind. Dan denk ik denk van nou, ah, dit is nou een mooie computercode. Het maakt voor de computer natuurlijk niet uit hoe het geschreven is, als het maar werkt. Maar welke namen kies je? En waar doe je een spatie? En waar doe je een lege regel? En hoe ga je om met inspringen? En, nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Nou, het is typisch een man om dan te zeggen: Ik heb mijn eigen idee. En daar dan nog helemaal voor te gaan. En iedereen in mijn omgeving die weet wat ik aan het doen ben, die. En ook weet waar het op neerkomt. Dus. die verklaart me voor gek. Malloot. Conformeer je toch aan de grote jongens? Ja, dat doe ik helemaal niet. Waarom zou ik dat doen? Ik heb het niet nodig, dus dan doe ik het niet. En helemaal lekker met. Dat is de, hoor je gelijk waarom ik dus die baan heb als schoonmaker in de, de zorg voor mensen met een beperking. En daar heb ik dan mijn geld. En dan de rest van de tijd ben ik vrij, snap je? Dat is mijn geheime plan. Maar dat is typisch iets wat hoort bij een man. Mannen zijn zo naïef. Om zoiets te doen als wat ik gedaan heb. Of om zoiets te doen als Bjarne Strouwstrup heeft gedaan. Of Donald Knuth. En dan naïef in de goede zin van het woord, hè. Kinderlijk spelend. Alle mogelijkheden open blijven zien. Oh nee, we gaan gewoon lekker door. Maakt niet uit, maar we eindigen. Dat is de man. En een vrouw heeft dat. Ja, ik ken ze niet. Dus je kan, ja, ik moet zeggen: de vrouwen die ik heb ontmoet in mijn leven, die hebben dat niet. Dat wil niet zeggen dat ze het helemaal niet hebben, maar. Ze waren dan niet in mijn leven. Is dat erg? Nee, ik zou niet weten waarom. Zo gaan die dingen in één keer. En dan terugkeren naar het feit dat het woord het begin is van het bestaan. En dat is dus mannen. De mensen zijn die zich het meeste bezighouden met het woord. Ja, dat geeft mannen wel een hele bijzondere positie ten opzichte van de positie van de vrouw. En het gaat zelfs even dat. Voordat ik ga afsluiten hoor. Er is één feitelijkheidje wat ik je nog even mee wil geven. Er is vastgesteld dat de ontwikkeling van kinderen. Bepaald wordt de, de taalontwikkeling van kinderen. Bepaald wordt voor zo goed als 100%. Door de taalontwikkeling van de vader. Dus is de taalontwikkeling van de vader goed, dan is de taalontwikkeling van de kinderen goed. Is de taalontwikkeling van de vader slecht, dan is de taalontwikkeling van de kinderen slecht. En of de taalontwikkeling van de moeder goed of slecht is, maakt niet uit. Hij heeft geen invloed op de taalontwikkeling van de kinderen. En aangezien taal het allerbelangrijkste is, dat is wat ik vind. Misschien is dat een mening, misschien is het echt zo, maar ik denk dat het echt zo is. Ik denk dat taal het allerbelangrijkste is. Als je taal maar goed zit. Dat scheelt zoveel. Spreuk een 15, vers 1. schiet me nu even te binnen. Een zachtmoedig woord vermindert wrok. Een kwetsend woord vermeerdert grimmigheid. Heel belangrijk. Ja, dat is het domein van de mannen. Het, is het domein van de mannen om zoiets op te schrijven, Quentin. En het domein van de mannen om het toe te passen. En er zijn mannen die trekken zich er niks van aan hoor. Die zeggen ronduit kwetsende dingen, tuurlijk. En vervolgens gaat het ook om heerlijk mis. Ja. Maar het waren de mannen die het hebben opgeschreven. En wij, mannen, zijn in principe het beste om het toe te passen. Net als met schaken, zeg maar. Er zijn vrouwen die kunnen heel, heel, heel erg goed schaken. Vele malen beter dan ik. Maar op het topniveau vind je alleen maar mannen. Zo beheert het. En in mijn beroepen, omdat schoonmaakwerk, daar, ja, in de vaste kern, daar zit er toch wel, ja, het merendeel is vrouw. Ja. En doen die dat slechter dan mannen? Ik zou niet weten waarom. Ze doen het hartstikke goed, naar mijn mening. Het is wel zo dat ik bij de planning uh, heel fijntjes. Uh, ja. Ja, ik heb dan zo'n beroemd uh, ding gekregen, die vrouwen dus ook van die kijken: oh, hebben ze je daar neergezet? Die vrouw ook tegen me zeiden: hou het wel in de gaten. Want dat is een locatie, dat is, uh, dat is geen vakantieadres voor de schoonmaker. Gewoon zwaar klus. En ik denk dat die man van de planning... Hele aardige gozer hoor, ik mag hem echt. Dat hij gedacht heeft, echt wel van... Laat ik Perry er maar neerzetten. Die redt dat wel. Want dat is een man. Hij was aanpoten daar hoor. De eerste dag dat ik daar zat, ik ben er nou begonnen, dat is de eerste dag, afgelopen maandag. Ik kreeg niet mijn programma af. No WLC. En ik kon het ook niet afmaken, want, om dan maar door te werken, want ik moest dan naar een andere plek toe ook. En dat was ook afgesproken. Dus ik heb daar, toen niet alles af was, heb ik het af moeten breken. En dan de volgende dag, ja, ben ik er weer. En dan daar dus extra hard ingehaald. En vandaag, dus uh, weer zitten werken aan mijn schema. Van eerst dit doen, dan dat doen, dan zus en dan zo. En, uh, want ja, je hebt maar zoveel uren. Nou, ja, dat komt er wel. Het is een zware klus. En die geven ze dan toch weer aan een man. En dat snap ik dan alweer. weer. Ik heb ook locaties gedraaid. Nou, nah, dan... ja, die waren zo relaxed. Daar kon je ook rustig een koffie drinken. Geen probleem. En hier koffie drinken en dat is uh, even goed op de klok kijken. Jojo. Nou, dit was hem over de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Ik hoop dat ik jullie een beetje aan het denken heb gezet. En dan vooral dat je eens gaat denken over dat aspect van taal. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En Adam. Adam betekent overigens in het Hebreeuws dat betekent mens. Of de mens, misschien wel. Ik denk de mens. En dat was in eerste instantie een man hè? in zijn eentje. Kijk of je nou bijbelgelovend bent of niet, dit is wat in de Bijbel staat. En dan kijk je naar de ICT-revolutie van de 20e eeuw en daar zie je dus ook de absolute all over the place dominantie van het mannelijk geslacht. Dus ja. ja. Ga er maar zelf over nadenken. Het is een beschouwing. Ik heb je alleen maar dingen verteld die waar zijn. En waar het mijn mening betrof, heb ik netjes gezegd: dit betreft mijn mening. En zo wil ik het graag houden. Hm? Geen leraar, geen goeroe. En op zijn hamburgs zeg ik tegen jullie: tjus. En dag lieverds.